Thomas en welkom bij deze nieuwe video. En dit is een motherfucking parkour video. Dus we gaan proberen wat parkour mapjes te halen. En dit is geen parkour challenge. Dus als ik dood ga, dan moet ik niet iets raar doen. Dit is gewoon lekker een paar parkourmapjes spelen. Nee. Oh, easy. Ik heb geen idee wat er gebeurde. Maar dit is nog steeds easy. En ik ben nog niet dood gegaan. Want dat is eigenlijk volgens mij de bedoeling. Zo, ja, de bedoeling is natuurlijk dat je parkour haalt. Maar voor mij is het zeg maar best wel belangrijk dat je... Hoe noem je dat? Dat je... Oh shit! Oh, lol. Dat je gewoon zo meer mogelijk dood gaat. Ah. Oh, weet je hoe easy is dit al? Nee, dit is het al. Was dat het? Nou mensen, ik zie jullie in het volgende. Parcours? Zijn we weer. Ja, en zoals jullie zien, daar is het oude parcours. Ik ga nu gewoon proberen of ik deze Creeper TNT parcours kan halen. Yes. Oké, kijk even. Nee, wacht. Volgens mij. Zal ik proberen? Kan je dit halen? Ik weet het niet. Oh nee. Oh, ik weet niet of ik dat kan halen. Shit. Oké, we gaan. Ga weg, meneer. Meneer de man. Ik zit dit parcours te. Waarom gaat het nu de hele tijd dan fout? Meneer de. Oh my god. Dit komt goed. Easy. Win. Nee, ik ga het niet nog een keer proberen. Oh, wat er moet. Oh, holy shit. Oh, dit is ijs. Kut. Maar het is speelbaar. Het is speelbaar. Hey, jongens, ik was vandaag in Amsterdam. Lekker in Amsterdam. En toen ging ik naar de Mediamarkt. En toen zag ik opeens dat er... Kut. Toen zag ik opeens dat er een gaming event was. En dat als je won, dan kon je allemaal shit krijgen. Bijvoorbeeld een toetsenbord. Een toetsenbord, een muis, een shirt kon je ook krijgen. En toen keek ik even. En je kon er Mortal Kombat X spelen, FIFA 15. En, oh ja, en mijn lievelingsspel natuurlijk. Je kon er ook op League of Legends spelen. En ik dacht, huh? Oké, what the fuck? Alleen, ik dacht dus dat je moest inschrijven. Maar je mocht gewoon bij die mensen vragen of je wou spelen. Fuck, en dat wist ik dus niet. Dus ik heb niet meegedaan aan het toernooitje. Dat, kut, ik ga opeens heel slecht. Dat vond ik dus wel jammer. Maar ik heb dus bij mensen gekeken. En ik dacht, holy shit, hun zijn best wel goed. Hun doen het wel echt om te winnen. Want je kon best wel goede shit winnen. Je kon een zieke gaming muis winnen. Oh my, ik ga nu wel echt heel slecht. Maar je kon echt een zieke gaming muis winnen. Je kon een gaming toetsenbord winnen. Je kon bij FIFA. Oké, jongens, dit is echt een tip, want het is zondag ook nog. Bij FIFA won je een PlayStation en een headset. Dus als jij goed bent in FIFA en je denkt, oh, ik wil nog even een nieuwe PlayStation. Nee, oh my god, ik dacht even dat ik het gehad. Probeer dan, ja, ga dan lekker proberen of je... Ja, of je mee mag doen. Zeg even tegen je ouders. Nou, we moeten naar Amsterdam. Dat is een gaming event. Het is zeg maar tegenover het... tegenover de bioscoop en de Amsterdam Arena. En moet ik hierheen? Als ik hier niet heen moet, hè? Oh shit, dat was de map al. GG. Ik zie jullie bij de volgende map. Oké, mensen, dus zijn we weer. En waar had ik... Oh ja, ik had het over de... Over dat gaming event. Het is vlakbij... het is naast de Amsterdam Arena. Vlakbij de Decathlon en ook. En ook naast de tegenover de bioscoop. En dus als je niet weet waar de bioscoop is, zoek maar op Amsterdam Pathé Bioscoop. Daar is het eigenlijk tegenover. Daar heb je allemaal winkeltjes. Daar heb je ook een Esprit als het goed is. En nog een paar leuke winkeltjes die ik niet uit mijn hoofd weet, maar. Wat een jump, yes.
Maar er zitten ook wel best wel leuke winkeltjes als je bijvoorbeeld schoenen wil kopen. Kut. Dus het is ook wel leuk om over gewoon daar gewoon te gaan shoppen. En als je een echte Ajax-fan bent, dan ben je daar vast wel eens een keertje geweest. Daar zit ook het. Fuck, er zit ook het hoofdstadion van het Nederlands elftal. Het is gewoon de Amsterdam Arena. Dus ja, dat is eigenlijk best wel ziek. Dus als je goed bent in FIFA, League of Legends of Mortal Kombat X. Als je niet weet wat Mortal Kombat X is, Mortal Kombat X is een 1v1 fight game. En het is best wel, ja, het is best wel een, ja, het is wel een 18 plus game waard, zeg maar. Want als je de fatalities, als je niet weet wat fatalities zijn, zoek maar eens op fatalities Mortal Kombat X. Als je die ziet, dan denk je, holy shit, dat is best wel gevaarlijk. Maar ik ga niet zo goed. Waarom ga ik niet? Nou, gevaarlijk. Het is gewoon best wel bloederig. Ik ga het gewoon proberen zo, vanaf rechts. Dan ga ik zo rushen. Want vorige keer toen ik naar links ging, ging het al goed. Nee, wauw. Ik werd teruggebukt. Maar via de rechterkant ging het wel goed. Ze gaan het gewoon. Laat maar. Maar ik ga toch nog. Ik ga toch nog dood. Wat? Nee. Oké, jongens, ik ga er een kleine challenge bij doen. Ik ga. Deze super ziek. Nou, dit is niet heel erg. Maar elke keer als ik dood ga, doe ik een andere super secret setting. Ik denk dat dat wel leuk is. Kijk bijvoorbeeld nu. Super secret settings. Oh shit, nee, hier lag ik te veel. Nee, ik denk dat ik. Plop, even stop. Want dat kan ik niet echt aan. En ja, waar had. Ja, ik had het. Wat. Oh, ik ben het helemaal vergeten waar ik het over had. Kut. Oh ja, nee, ik ga dat toch niet doen met super secret settings. Daar ben ik een beetje te lui voor. Omdat mijn computer dat gewoon niet aankan. En oh ja, ik ging ook nog naar de Mediamarkt. Om PC's te bekijken voor een nieuwe PC. Dus dat ik betere kwaliteit heb. Want ja, dit speel ik nu op 18 FPS. En dat is niet fijn voor mij. Misschien ook niet zo fijn voor jullie. En fuck jongen, ik ga opeens vet slecht. Nee, oh my god, nee, dit ga ik gewoon. Ik ga gewoon door met opnemen. Totdat dit goed komt. Dit moet toch haalbaar. Ik ga gewoon al deze fruitjes ga ik gewoon afgaan. En anders ga ik dit gewoon lekker speed-uppen. Weet je wat? Ik denk dat ik het lekker ga speed-uppen. En ik zie daar een mannetje. Zie ik er lekker afgaan staan. Dus ik ga dit speed-uppen voor de rest. En dan zie ik jullie bij het volgende parcours. Hey, shit. Ah, shit. Fuck. Oh no! No, no, no. Yes! Checkpoint, oh my god. Nee. Oké mensen, daar zijn we weer. Dit ga ik weer even gewoon rustig aan doen. Ik heb het voor de. Als ik de eerste try had, ik zeg maar geprobeerd in speed-up. Dus dat kon je nog even snel zien. Maar we zijn gewoon weer terug. En ik. Zij en ik zie jullie na het einde van de map. Maar ik bedoel, ja, van dat deel van de map, zeg maar. Want je moest van het cache. Nee, je moest van de meloen.
Nee, wat? Oh, jawel. Je moest van dit, ik weet niet wat, voor fruit de best of zo, moest je naar de banaan, is dit volgens mij. En kijken of het. Nee, je moet uiteindelijk. Oeh, en ik ben al bij de meloen. Ik weet niet of hier een checkpoint is, nee. Ik hoopte eigenlijk van wel, zodat ik. Volgens mij is daar gewoon stiekem. Checkpoint. Holy shit, ik ga opeens wel goed. Dit is Rampage. Oh my god, easy. Snel, snel, checkpoint. 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 Oké, checkpoint. Oh nee. Deze is volgens mij. Is dit met een. Ja, kut, sorry. Oké, oh, holy. Holy crap. Ik haal hem gewoon in één keer. Oh, wat? Oké. Shit, ik vond die. Ik heb dit parcours wel eens één keer eerder geprobeerd. Voor de parcours challenge dacht ik, ik ga wel even kijken. Kut, maar nu moet ik hem weer overnieuw doen. En toen deed ik echt heel lang over. Kijk, nu ga ik er volgens mij ook weer. Shit, nu ga ik er zeker ook weer een uur over doen. Voordat ik. Ah, zie je, ik ga veel te ver. Oh my god. Dit gaat me echt nooit lukken. Oh my god. Dit. Oh, yes, easy. Oké. Oké, come on, come on, come on. Oké. Nee, oh my god. Oh my god. Nee. Shit, anders. Als ik nog. Ik ga het nog 5 keer proberen nu. En anders ga ik dit ook speedrappen. Wordt wel veel geëdit. Oh ja, nog 4 keer proberen. 4. Misschien moet ik het vanaf links. Oh, easy. Oké. Ik heb nog 4 kansen als ik weer dood ga. Nee, 3 bedoel ik. Come on. Oh nee. Oh, nee, ik drukte te eerst. Oh my god, ik drukte te vroeg op shift. Oké, 2. Nee, dat ga ik niet speedappen. Zie je? Dit is te easy. Ik moet gewoon in mezelf geloven. En dan komt alles goed. Oh, holy shit. Komt alles. Oh, zie je, je moet gewoon rushen. En dan, hier omhoog. En dan, oh my god, ik had dit bijna niet gezien. Oké. Come on, dit moet je niet falen, Thomas. Nee! Oh nee, daar is het einde. Nee, oh my god, ik ga dit nu ook halen. Oh nee, shit. Oh, kom op, dit ga ik nu ook halen. Oh nee, shit. Oh, dit ga ik nu halen. Maar mensen, als jullie suggesties hebben voor een bepaalde computer game PC, laat dan even een link achter wat voor, als jij een game PC hebt, wat voor game PC je hebt. In de beschrijving, zodat ik even op die link kan klikken. En misschien denk ik wel, nou, dat is wel, dat is wel redelijk. Maar mensen, ik wil er wel even bij zeggen, ik ga er geen 1500 euro of zo betalen. Want ik heb. Kijk, als ik 5000 abonnees had, oké, dan was het iets anders geweest. Maar ik heb er bijna 100, nog 11. En dan heb ik er 100. Waar ik eigenlijk ook best wel trots op ben. Dat ik gewoon al bijna 100 subscribers heb. Dat 100. Kijk, misschien. Oké, 100 subscribers lijkt misschien raar. Gewoon best wel weinig vergeleken met andere YouTubers. Maar stel je eens voor dat er 100 mensen. Om jou heen staan, 100 mensen. Dat is nog pittig veel. Geef ik eerlijk toe. Bijvoorbeeld, jij zit in de kantine op school. Of gewoon in de klas. En er komen opeens 100 mensen binnen. En zij zeggen, ja, wij zijn allemaal geabonneerd op jou. Dan denk je, holy shit, die 100. Dat is best wel veel. Ja, en maar eigenlijk dacht ik er ook zo niet aan. Alleen zei een jongen aan mijn klas. Zei. Ja, wat nou als je denkt dat de 100 man hier zo in het lokaal staan? Gewoon, en dan moet je tellen. Want ik zit met 30 kinderen in de klas. En dan dat ongeveer keer 3. En dan plus 10. Holy shit, dat wordt een chaos. Ja, en dat is gewoon echt amazing. Oh, ik sprint hier niet. Maar dat is gewoon echt amazing. Dat je gewoon. Fuck, die. Oh, kut. Dat is gewoon echt amazing. Dat gewoon 100 mensen gewoon.
Ja, niet naar mijn video's kijken, maar gewoon op waar ze zijn gesubscribed. Dus eigenlijk wil ik sowieso al voor die 89 mensen wil ik sowieso bedanken. Gewoon nu al, gewoon ziek. Want toen ik een jaar bestond had ik er 50. En ik ben nu 1,5 jaar bezig en ik heb er nu dus bijna 40 bij in 1,5 jaar. En ik had er 50 binnen een jaar. Dus ik heb gewoon bijna in 1,5 jaar heb ik het dubbele bijna erbij gegooid. Dus daar ben ik sowieso al best wel trots op. Dat ik gewoon binnen 1,5 jaar in plaats van 1 jaar doe ik gewoon eigenlijk bijna net zoveel. En oh shit, ik moet dit halen. Ik ga dit halen en ik moet dit halen. Ik denk dat dit de titel gewoon wordt. Ik val zo hard. En dan gewoon parcours. Maar ik denk niet dat dit even een serie wordt. Dit zijn gewoon even van die random video's. Waar ik gewoon zin in heb. Dus bijvoorbeeld heb ik volgende keer. Kijk, bijvoorbeeld Hide and Seek met Koen en Hugo. Dat was ook gewoon een random video. Dat is ook niet echt een serie. Shit. Wacht, misschien helpt dit. Misschien moet je even spammen. En dan gaan. En dan. Waarom lukt dit? Dit lukt niet. Dit lukt niet. Oh my god. Nee, oh my. The rage. Oké, wacht. Oh, ik wou net zeggen, ik ga dit versnellen. Maar nu, dit wordt het. Dit wordt het, jongens. En ik, oh nee, ja. Jongens, ik ga hem nu versnellen. What we do here is go back. Here is go back.
going to here is go back, 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 back. Oké, jongens, dit is mijn last try. Ik heb net geraged. Gewoon in mezelf. Dus niet echt dat ik met stoelen ging gooien. Maar ik ga het nog 3 keer proberen. Niet versneld. En oh my god, ik ben hier echt al een kwartier mee bezig. Gewoon ongeveer. Oh jongens, dit is echt niet goed. Zie je? Dit is echt onmogelijk. Ik ga het IP staat aan het begin en aan het einde van de video in het scherm. En dan moeten jullie een video maken. Ik daag sowieso Koen uit. En ik daag... ja, weet ik niet. Ja, ik weet niet wie ik uitdaag, want ik heb geen vrienden. En ik daag Koen en Daniel uit om... Ja, nee, oh my god. Oké, maar ik daag Koen en Daniel uit om dit te doen. Ik ga dit ook naar Koen sturen. En ik zeg, yo, motherfucker, je gaat dit even voor fixen voor mij. Je gaat het parcours halen. En, oh my god. Oké, ik ga het nog 1 keer. Oké, 1 keer. 1 keer, totdat ik zeg maar bij de trapjes kom. En dat is dan mijn laatste kans. En anders, ja, is het gewoon voorbij. Het IP staat nu trouwens de hele tijd, sinds dat ik weer live zit te praten, boven in het beeld. Of onder, wou ik zeggen, maar. Boven is denk ik wel iets fijner. Oké, ik kan dit nog halen. Oh, ik haalde hem. Nee, volgens mij moet je dit zo doen. Nee. Oké, ja. Fuck. Nee, ik ga het 1 keer. Ah, ik moet dit halen. Ik ga dit halen. Oh, de rage, jongens. De rage is echt... Holy shit, niet normaal. Maar ik ben nu ook gewoon stil, want ik wil... Oh my god, ik word hier echt... Oh my... nee, shit. Fuck my life. Oké, nice. Holy shit. Oké. Snel. Oh, nee, ik werd teruggebukt. Oké. Ik zei wel dat de hele tijd. Ja. Oh my god. Ja. Fuck my life. Oké, nou, ik ga echt. Echt jongen, ik word echt hier mad om gewoon dit parcours. Ik ga deze video laten. Als ik de owner tegenkom. Ik zeg, kan je alsjeblieft. Deze video bekijken, ga ik dan vragen. En dan laat ik hem gewoon dit hele stuk, gewoon de hele video shit zien. Want kom op jongens, dit is toch ook niet normaal. Hoe erg. Als je Teamspeak hebt in de, hier, staat nu Teamspeak. Alsjeblieft. Als je Teamspeak hebt, alsjeblieft, ga hem alsjeblieft opzoeken. En zeg dat hij deze video moet kijken, want hoe... Ik heb echt een zwaar leven. Wacht eens even, ik had hem. Ik had hem sowieso. Ik had hem gewoon. Oh my god.
Nee! Oh shit, jongen. Fucking hell. Oh, dit. Ik. Nee, ik. Ook al wordt dit een uur video. Ik ga dit halen. Ik kan wel gaan reetje. Maar ik ben niet een jongen. Die. snel opgeeft. Dan moet ik maar 2 uur gaan renderen. Oh, maar jongens, ik word hier echt zo gek van, hè. Koen, ik daag je uit, bitch. Even serieus, ik ga jou uitdagen. Shit. Oh my god. Yes, oké, okay, nice. Nice, nice, nice. Aan het begin van de video denk je, oh lekker kan mijn video, Thomas is weer, joepie motherfuckers. Maar, dit is echt niet normaal. Hoe erg je hierom kan rage. Als dit gewoon weg was, was het al minder gewoon rage. Dan was het gewoon... Oh my god. Hoe kunnen ze dit... Oké okay, jongens, even voor de duidelijkheid, dit is ook easy, hè. Dit is ook een easy parcours. Oké, okay, als je echt LCS pro bent... Wat ik niet ben. Dus. Oké, okay, nice. Nee, ik shifte niet. Oh my. Nee, ja. Nee, ik ga dit gewoon halen. Die gasten, die kunnen wel zeggen, die is nuts. Maar ik geef niet op. Echt, jongen. Yes, ik had hem. Nee. Nu is het gewoon al bijzonder als ik dit haal. Oh my god, mijn keel doet er gewoon pijn van de rage. En ik begin ook gewoon mijn handen die zweten als een gek. Maar waar ben ik aan begonnen? Ik dacht, oh ja leuk, even een cool challenge doen. Newpie de motherfucking poepie. No way, als ik nu... Kijk, ik ga gelijk naar rechts. Ik ben bang dat ik in één keer afga. Yes, ik heb hem. Ik ben zo bang. Nee. Nee. Oh my god, het is ook gewoon al... Ik begon met deze video's om 11:50. Het is nu 11:50. Oh my fucking god. Dit kost me echt... Ik doe dit met fraps trouwens en dat maakt fucking grote bestanden van. Dus dit is echt zielig voor mijn pc. Want dit is al... dit is al 30, 40 gig. Maar niet dat het erg is zo, want als ik het verwijder dan heb ik het er gewoon weer bij. Maar kom op man. Ik vind dat je voor deze echt 180 points moet krijgen. Dat je gewoon één rank gelijk omhoog gaat. Want je kan hier ranks krijgen door gewoon deze parcours te halen. En ik ben rank 2. Kijk maar, ik ben G. Ik ben R. Ik ben 2 ranks omhoog. Want je hebt amateur. En dan heb je member volgens mij. En dan heb je deze. Maar bijvoorbeeld N is heel goed. God is er ook. En dat. Nee, je hebt God en Legend. Als je God of Legend bent, dan ben je echt heel goed. Kijk bijvoorbeeld dat hij is. Nee, hij is. Je hebt Loser en Legend. En hun zijn losers. Dat komt na mijn rank. Dus ja, ik ben eigenlijk nog lager dan een loser. Dat is best wel slecht. No way. Not that rage. Now. Not. Nee, echt niet. Oh my god. Oké okay, jongens, als jullie dit echt stom vinden, klik deze video weg. Maar voor de echte mensen die nu nog kijken, zeg pannenkoek alsjeblieft. In de beschrijving zeg pannenkoek. Want je ben je echt een baas als je nu nog kijkt. Of je klinkt nu precies gewoon op dit moment zo van... Hè, dit is gewoon een 1 uur video van Thomas. Hoe kan dat? Hoe kan hij nou een uur lang... fucking parcours opnemen. Nou zo.
niet zo slim dat ik dit ook om 12 uur 's nachts zit te doen. Oh my god, ik kom niet eens meer door dit. Ik kom niet meer door dit, gewoon. Oh my. Ik ga gewoon. Oh jezus. Oh ja! Yes! Oh yes, ik kan. Ik ga het halen. Nee! Nee! Nee, ja. Fuck. Gelukkig staan er. Ik ga echt geen death count bijhouden hoor. Als jullie dat denken, want dan ben ik echt een mogol. Dat ik dat doe. Yes. Oh my god. I'm not done. Ik ben nog niet klaar. Pas als ik dit level haal, dan ben ik klaar. Oké, dit wordt echt een 3 uur lange render video. Wat ik eigenlijk best wel jammer vind, want het is al 12 uur 's nachts en ik ben best wel moe. Ja, maar. Oh nee, ik had hem! Ik heb echt respect voor deze 21 mensen. Dat die ook gewoon, na 20, min mij. Maar, dat die dit ook gewoon nog zitten te doen. Wacht. I rage at this. Ik kan hier echt niet, hè. Ik rage hem echt. Zie je? Oh my. Oh my. Dat blokje, kom op man. It's creative of. Ik had dit gewoon helemaal kapot gemaakt. Zie je? Is mogelijk. Zie je, oh my. Waarom word ik hier zo moe van? Nee, alsjeblieft, als ik dan een blok puk krijg. Oh ja, je wil niet weten hoe hard ik ga reetje. Ja, oh my god. Ik ben nog niet. Ik ga mijn dingetje hier zetten zodat ik gelijk kan jumpen. I'm not done yet. Shit. Oh, echt respect voor de mensen die nu nog kijken. Uiteindelijk gaat het me lukken. Volgens mij wordt dit gewoon de langste video op Thomas en de Gamers. Gewoon, ja, ik denk niet ooit. Oh my god. Als het serieus is, noem ik het gewoon langste video op Thomas en de Gamers. En anders, ja, ik. Jezus. Oh my god. Ah, yes. Come on. Oh my freaking god. Oh my. Ik ga dit ook gewoon niet speeden op dit. Dit is gewoon een challenge geworden. Zonder dat als ik dood ga. Oh, jezus. Lekker, 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 lekker. Nu die. Oké, nice. Come on! Nee! Oh my god. Oké, nice.
Ik begin gewoon helemaal te zweten, jongen. Dit is niet normaal. Nee! Oh my god. Ja, blockbug. GG. Oh my god. Weet je wat? De fucking challenge is nu gewoon leuk terugrennen. Wat niet eens kan. Oh my god. Ja, sorry jongens. Ik ga het zo... Ik wil het niet opgeven. Weet je wel, je wil het gewoon niet opgeven. Maar gewoon de rage, die stijgt gewoon naar je kop. Even dit rage! Het stijgt gewoon naar je hoofd. En het wil je gewoon... Het schreeuwt naar je. Alsof je gewoon gek wordt. En je hebt natuurlijk ook van die overdreven rages die je met stoelen gaan gooien. En dat is shit. Maar zo ben ik dan weer niet. Maar ik kan heel snel gefrustreerd raken om dit soort shit. Gewoon... Maar ik laat het niet merken. Ik blijf dan kalm maar in mijn hoofd. Pff, jongen. Fucking hell. Oké, nee. Shit. Oh my god. En mijn vader en mijn ouders die zeiden ook. Ja, Thomas, je moet echt oppassen dat je niet meer gaat schelden in je video's. Maar, oh my god. Dit is echt. Maar dit is ook gewoon absurd moeilijk. Oh my god. Kom op, dit kan ik. Ik ben fucking Thomas. Waarom kan ik dit niet? Ik ben parcoursmeester 1, 2, 3. Nou. Ik ben er zo klaar mee. Oh my god, oké. Sorry jongens. Ik ga het opgeven. Ik ga het serieus opgeven. Het is reset the checkpoint. Of teleport the checkpoint, ja. Ik snap eigenlijk... Oh my god. Oef. Kan ik niet. Eén kans. Ja, laat maar. Fuck this. Reset. Ik ga gewoon nu. Gewoon even om af te koelen. Niks doen. Want ik zie niks. Jawel, ik zie wel wat. Oh my god. Fuck het geknipt nu. Ik heb even. Hier, easy. Ik ga nu gewoon een lekker makkelijk parcoursje doen. Ik ga de revanche nemen, jongen. Ik ga hier revanche opnemen. Waarom laat de blokjes niet? De blokjes laten wel. Oh, heerlijk. Even een makkelijk parcours. Laat maar. Ik heb niks gezegd. Fuck. Wat? Nee, je gaat nu toch niet menen dat ik dit... Ja. Oh, nee. Ik ben gewoon... Oh, jezus. Ik ga even een goed plekje zoeken. Met mijn mooie mattie. Ja, kom. We gaan bij het kasteel. Eindigen. Nee, we gaan hier eindigen. Niet bij jullie? Maar hier naar rechts. En dan... Kijk, die was best wel makkelijk, maar... Oh, ik ga hier eindigen. Dit platform. Okay. Shit, jongens. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een like achter als je nu nog hebt gekeken. Echt jongens, volgens mij is dit de langste video op Thomas en de Gamers tot nu toe. En ja, ik ga de revanche nemen jongens. Ik ga nog een video maken. Waarschijnlijk, of misschien met Koen. Dat we die gaan halen. En dan zie ik jullie morgen weer. Later.